Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. De satellietfoto laat het hele verhaal voor vandaag al zien. We hebben te maken met heel veel bewolking. We zien een enkel gaatje, en daardoor kan de zon dan af en toe doorbreken. Maar het zijn vooral de wolken die het weerbeeld bepalen, en uit de wolken valt een enkel spatje regen of motregen. Temperaturen vanochtend al hoog, zo'n 7 tot 9 graden. Vanmiddag wordt het 10 à 11 graden. Het aantal spatjes met regen wordt minder. En heel misschien breekt in het westen-noorden af en toe de zon door. Als dat gebeurt, kan het zelfs 12 of 13 graden worden. Geen slecht weer vandaag, dus, maar wel veel bewolking. Ook vanavond is het grotendeels droog. Nog steeds zacht met temperaturen van 9 graden. Er zijn een paar opklaringen, maar de bewolking heeft de overhand. Morgen is het weerbeeld iets minder positief. Nog steeds veel bewolking en in de kustprovincies weer kans op wat zon. Maar het aantal momenten dat er regen of motregen valt, is morgen groter dan vandaag. Daardoor temperatuur iets naar beneden, 9 tot 11 graden. In het weekend is het heerlijk weer. Temperaturen van 8 tot 10 graden. Daarbij geregeld zon en de kans op regen is klein. Maandag komt weer een nieuw regengebied aan. Dan dus weer een grijze dag met van tijd tot tijd regen en nog steeds zachte temperaturen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.